Ja, ik ga even door. Mobiel. 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 Yay. Ja, wat je eigenlijk toch wel weinig ziet en hoort is inderdaad dat mensen heel druk zijn met de mobiele versie van Power BI. En ik eigenlijk wel heel vaak, ook vanuit klanten, maar ook vanuit eigen interesse, toch wel die vraag krijg. En dan is het niet zozeer dat mensen vragen van, goh, als ik hem op mijn mobiel zie, dan is het heel gepier en gemier. Waarbij je eigenlijk heel simpel voor een klant wat KPI'tjes en wat andere zaken op een als echt een mobiele app of tabblad kan laten zien. Zodat hij ook, zoals hier, rechtop gaat staan op het moment dat jij je mobiel zo houdt. Dus ja. Ik zou aanraden om het toch eens te gaan testen. Dus in je mobile layout, in Power BI, eens te gaan kijken van, goh, wat als ik daar eens wat KPI'tjes heen sleep en ik ga daar... En ik ga hem daarna met de app die je dus op je mobiele telefoon hebt voor iOS en voor Android, om hem eens te bekijken. Dat is toch echt wel een wereld die steeds meer gaat komen. Bedankt. Hey, dankjewel. Doei. Hoi. Hoi.